Ja, William, na een redelijk turbulente periode wordt nou bekend dat je bijtekent als assistenttrainer. Dat moet een goed gevoel geven. Ja, heel blij mee, trots op. Dat klopt, ik had nog een contract tot 2024 en dat is opengebroken met een extra jaar verlengd. Dus ja, heel blij. Ja, even terug naar de afgelopen periode. We hebben het eigenlijk nooit aan jou gevraagd, maar hoe waren die afgelopen 5 weken voor jou? Opeens werd je voor de groep gezet als interim trainer. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, intens. Kijk, je sluit je dan wel af, omdat je natuurlijk met die groep bezig bent. Hè. Je werkt naar de wedstrijden toe. Nou, ik vind dat we een hele fijne groep hebben om mee te werken, dus dat is al heel positief. Ja, en je probeert wel her en der toch nog ook wel eens van te genieten, zeker na een wedstrijd. Hè. We hebben toch een paar mooie wedstrijden gehad. We hebben een zwaar programma gehad. Maar uiteindelijk ook weer heel leerzaam. Dat is eigenlijk wel het grootste gedeelte wat ik meeneem. Ja, hoe was het voor jou om dan die taak als interim hoofdtrainer over te nemen? Ja, het is al een keer eerder geweest situatie voor bij Erik. Ja, natuurlijk, aan de ene kant is dat heel lastig. Hè. Natuurlijk ontzettend fijn, prettig samenwerkt met Jack. Aan de andere kant weet je dat het betaald voetbal is. En je hoopt het niet, maar als het dan gebeurt, ja, dan ga je daarvoor met de staf en de spelers. Ja, waren er taken als hoofdtrainer die jou enorm tegenvielen of juist enorm meevielen om over te nemen? Oeh. Nee, zeker niet tegenvielen. Nee, dat niet. Het enige is denk ik logisch wat je merkt. Je hebt wel wat meer spanning richting een wedstrijd. Dat heb ik wel gemerkt in die wedstrijden, maar dat ervaar ik juist als positief. Ik vond dat wel heel prettig. Ja, terug naar de toekomst. Ook voor jou is een nieuwe hoofdtrainer ingestapt vorige week. Is er al een connectie tussen trainer en assistent inmiddels? Ja, hij betrekt ons er goed bij. Hij heeft ook echt een duidelijk plan, een duidelijke visie. En daar neemt hij ons ook helemaal in mee. Dus wat dat betreft is dat tot nu toe heel positief. Ja, is er dit seizoen ben jij nog actief als trainer bij de onder 21 ook nog, naast het feit dat je assistenttrainer bent. Is dat iets wat je volgend seizoen blijft doen bij de opleiding? Nee, en eigenlijk vanaf nu ook al dus fulltime op 1. En nou ja, je zit daar eerst van tevoren in, onder 21 en 1. Natuurlijk merk je dat het heel druk is en het is van de ene kant aan de andere kant. Dus wat dat betreft ben ik heel blij om nu fulltime op 1 te zitten. Omdat je dan toch nog meer tijd kan besteden met de spelers qua beelden en gesprekken. Zo noem maar op. Is het dan het grote voordeel dat je je focus op één team kan leggen in plaats van 2? Ja, dat wel. Dat wel. Ik heb het natuurlijk echt altijd als heel prettig ervaren. En ik denk gewoon ook goed gegaan in dat opzicht, want het is natuurlijk binnen één club. Alleen merk je wel dat je tijd nodig hebt. Dus soms kom je tijd tekort en dat is nu niet meer. En dan kan je ook, wat ik al zeg, individueel met spelers gaan, nog meer gaan doen. Maar ook in de speelwijze. Dus tijd heb je echt wel nodig. Ja, je noemt het nou eigenlijk al 2 keer. Je zegt beelden kijken, individueel met spelers. Is dat een beetje de taak die jij als assistent op je neemt om het individuele traject met spelers op te pakken? Tot nu toe doe ik dat wel, maar dat is natuurlijk ook daar weer een taak aan Tomac, een nieuwe trainer. Hè? Hoe dat hij het in wil gaan delen met zijn assistenten. Dus dat is altijd wel afwachten, maar ja, we zijn er nu wel nog steeds mee bezig.